Maar zo positief al met het nieuws van vandaag. Sinds woensdag wordt er een vrouw vermist in het Overijsselse Wierden. Op een recreatiepark precies te zijn. In grote zoektocht door de hulpdiensten en ook door de politie uiteraard. En ook door de duikers in de daar aangrenzende liggende wateren, riviertjes. Is ze heel nadrukkelijk gezocht om deze vrouw weer in ieder geval hopelijk levend terug te kunnen vinden. Maar tot nu toe tevergeefs zijn de zoektochten. En de politie heeft ook aangegeven dat vandaag weer verder wordt gezocht naar de vermiste vrouw in de Overijsselse Wierden. En hopelijk dat deze vrouw in godsnaam weer heels terugkomt. Dus dit is even het nieuws van vanmorgen. En tot de volgende keer. Massa positief al met het nieuws van vandaag, het nieuws van de dag.